De missie van het theatergezelschap De Spelerij onder leiding van regisseur Paula Bangels is en blijft om het klassiek en modern theater toegankelijk en begrijpelijk op scène te zetten. Daar slagen ze ook nu weer in met een geweldige versie van Oom Wanja van Anton Tsjechov. Voor ons is dat genieten om te doen en ik denk dat dat voor het publiek ook genieten is om naar te kijken. We zingen, we spelen, we gaan er passioneel voor eigenlijk, zeg maar. We vertellen een heel mooi verhaal. Ja, en ik denk dat dat eten en drinken is, zowel voor het publiek als voor ons. Het heeft altijd wel met drang te maken, iets willen veranderen en toch niet in de mogelijkheid zijn om dat te kunnen doen. En dat geeft natuurlijk wel altijd aanleiding tot verdriet, maar ook tot lachen, hè. Gaan wij ons samen voelen als de hele leven stel je in dienst van de wetenschap. Je hecht je aan je werkkamer, je collegezaal, je collega. En dan opeens, van het ene op het andere moment zit je hier. Ik ga van succes, roem, drukte omheen. Men heeft altijd verteld dat Tsjechov zijn stukken bedoelde eigenlijk als comedies. Maar daar zit een zeer tragische ondertoon in, omdat er komen altijd mensen in voor die iets willen, maar die dat niet kunnen bereiken en die naar iets trachten, dat dan toch niet lukt. Dus dat is wel tragisch, maar de dialoog is soms erg komisch, ja. Stel dat ik een vriendin had, of een jongere zus, en u zou merken dat ze bijvoorbeeld dat ze heel veel van u hield. Ja. Hoe zou u daar dan op reageren? Dat weet ik niet. Niet. Waarom moet je komen kijken? Ik denk, ja, als je van toneel houdt, zelfs als je er niet van houdt, laat je dan verrassen. Maar gewoon dat schrijvers niet dood zijn, hè? Dat niet is dat, ja. Dat iets van zoveel jaar geleden niet meer actueel zou zijn. Als je voor altijd wilt blijven bestaan, schrijf dan, zou ik zeggen. Ja, hè? En lief theater. En lief theater. Oh.